Het is voor velen van jullie een moeilijke tijd. Ik denk bijvoorbeeld aan die akkerbouwer die voor het tweede seizoen op rij de frietaardappelen hoog opgetast in de schuur heeft liggen, wachtend op een afnemer die te weinig betaalt. Ik kan u niet beloven dat met een vingerknip op te lossen. Wat ik wel kan beloven is dat ik mijn stinkende best doe voor loon naar werken, voor ruimte voor uw vakmanschap, voor eindelijk eens investeringszekerheid. Daar ga ik graag met u over in gesprek als kandidaat nummer 5 op de lijst van de ChristenUnie. Ondertussen groet ik u hartelijk vanaf dit mooie Malieveld.